waarvan het ontkennen dat het is zoals het is... zorgt ervoor dat je, uh, dat je iets gaat... weet je, het is, het is... God wil niet dat we verstoppertjes spelen. Nee. Weet je wel. Hij, hij, hij is niet bang voor de, voor de weerbarstige realiteit. Nee. Hij wil ons juist ontmoeten in onze weerbarstige nee. realiteit. En zeggen, ja. ik heb een beter plan, ja. een hoger plan. Ik geef jou, ik geef jou een ander beeld hm. op, de, op de situatie. Maar dat betekent niet... Dat je, uh, ...dat je hoeft te ontkennen hoe de situatie... ...daar zien we geen Bijbelse voorbeelden van. Nee, Jezus ook niet. Hè? Ik moet nou denken aan het verhaal van die maanzieke jongen... ...die, die heel heftig ziek is. Ja. In principe lukt het zelfs niet om hem te genezen. Nee. En dan wordt hij bij Jezus gebracht... ...en dan beginnen weer al die manifestaties... ...ook van die demonen, die jongen... ...die valt op de grond, begint te schuimbekken, te rollen. En Jezus zegt op dat, dat moment niet... ...nou, er is niks aan de hand. Hele nee. hartstikke normale jongen. Nee. Jezus vraagt nog aan zijn vader... ...hoe lang heeft hij dit al? Dus Jezus begint nog eigenlijk te vragen naar extra gewoon feiten, zou je kunnen ja. zeggen. Van, joh, hoe, lang, hoe lang heeft hij dit al? En... In ieder geval, Jezus geneest die jongen. Die, die jongen die geneest helemaal. Maar Jezus schuwde dus niet gewoon van, oké, okay, dit is aan de hand. Hij heeft dit al van jongs af aan, weet je Jezus niet, nou, het is er niet, het is er niet, het is er niet. Praat er niet over. Nee. Ja. <laughs> niet over praten, nee. dat is ongeloof. Ja, precies. Ah, nee, Jezus niet... gebruikte zijn geloof om die situatie te veranderen. Ja. En dat is denk ik wat geloof doet. Geloof verandert ja. de situatie. Dat is met de storm. Toen ze hem wakker maakte, zei Jezus niet, nou, er is geen storm, er is geen storm. Jezus gebruikte zijn geloof om die storm te laten liggen. Ja. En dat is waar eigenlijk wat geloof, hè, die berg die is er, Marcus 11, ja. 23. Maar nu ga je je geloof gebruiken om die berg te verplaatsen. En het teken dat je geloof gewerkt heeft, is dat die berg in de zee is. Die is er niet meer, die is weg. Ja. Ja. En, dat, en dat zal ook gewoon bevestigd worden in ja. de realiteit. Ja. ja, ja, ja. Ik denk dat de hele, en dat wat je zei, er zijn geen bijbelse voorbeelden hè? Nee. dat Jezus ontkent dat er iets aan de hand is. Nee, dat klopt absoluut. Kijk, en het waar we wel Bijbelse voorbeelden ja. van hebben, is waar we onze aandacht op richten. Ja. We zien een heel krachtig Bijbels principe, is waar richt ik mijn aandacht al, a, op? He, want dat lezen we van Abraham, dat lezen we van Paulus, die zegt, joh, we hebben hier de omstandigheden, maar ik focus niet op de dingen die voor ogen ja. zijn. Ik focus mij op de belofte van God. Ja. De belofte van God is voor mij belangrijker dan de realiteit van het nu omdat ik zie dat de realiteit van het nu kan veranderen. Maar Gods belofte is eeuwig. En, en als je daar dus je leven op bouwt. Maar het een, het een is, ontkent het ander niet. Nee. Gods belofte ontkent niet de situatie zoals die is. Wanneer je ook echt geloof hebt. Klinkt, dan ben je ook niet zo onder de indruk, denk ik, van die realiteit die daar is. Want je, je hoeft hem niet te ontkennen. Je ziet dat ook heel mooi bij Jezus. Jezus leeft in een andere realiteit van geloof. Ik denk ja. dat we dat gerust kunnen zeggen. Ja. En er kunnen sommige mensen ook komen... waardoor het voor de buitenwereld misschien lijkt op ontkennen... omdat ja. ze ergens in die realiteit van geloof zitten. Je ziet dit heel mooi, vind ik, bij Lazarus. Hè, bij Lazarus zou je kunnen zeggen... joh, Jezus ontkent wat er aan de hand is. Want wanneer Jezus Lazarus opwekken is... dan wordt geroepen, zeggen... ja, hij is ernstig ziek. En op een gegeven moment... Jezus gaat er naartoe. Maar wel een aantal dagen later... Lazarus was al overleden. Dan staat er in Johannes 11, vers 12... Uh, dan zegt uh, Jezus, Lazarus, onze vriend slaapt. Maar ik ga naar hem toe om uit de slaap op te wekken. Johannes 11, vers 11. Dus Jezus wist echt wat het ging om, een opwekking uit de dood. Ja. Maar Jezus zegt, joh, hij slaapt. En de discipelen begrepen dat niet. Dus die zeggen dan, nou Heer, als hij slaapt, zal hij wel weer wakker worden? Zal hij wel weer gezond worden? Ja. Dus Jezus had ergens in de realiteit van geloof. Die was niet zo onder de indruk van, de, van, zelfs niet van de dood. En die zei, joh, hij slaapt. We maken hem weer wakker, weet je We gaan hem gewoon weer opwekken. Um, en de discipelen begrepen dat niet. En dan staat er in vers 13 dit: Maar Jezus had over zijn dood gesproken. Dus Jezus wist wel degelijk wat er aan de hand was. Terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. Dus Jezus was helemaal niet bang om die feiten gewoon neer te leggen. Want hij wist, die feiten gaan veranderen. Ik ga hem opwekken uit de dood. Ja. Dus je ziet, hoewel Jezus eerst andere termen gebruikt, is hij, ja. hij schuwt het niet om gewoon te zeggen: dit is wat het nee, is. Nee. Nee, ik denk dat het ook heel krachtig is. Uh, want de, gewoon de vruchten die we inderdaad hebben gezien, en ook in mijn eigen leven, is gewoon dat is niet de manier waarop God werkt. Het ontkennen ja. van de, hoe de situatie nee. is. Um, ik denk dat andere religies dat doen, die proberen dat ook te doen. Uh, weet je wel, van, 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 uh, weet je dat, en, en dan, dan verlies je ook een beetje de, weet je, dan, dan kom je in het zweverige, in het rare. Ja. En je, je wordt ook echt abnormaal voor mensen om je heen. Ja. He? En er zit een balans erin, he? want dat ja. is soms het vaak het, het punt. En, 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 en balans is niet altijd een, een makkelijk woord, omdat een balans is ook niet iets statisch. He? Het is altijd ja. of het helpt iets naar rechts ja. of naar links. En het is het, het... Ja. Maar het, wat, je, wat je ziet is, wij moeten een juiste balans hierin vinden, om het zo maar te ja. zeggen. Waarin, wij, um, waarin we inderdaad niet meer onder de indruk zijn van de realiteit. Mm. Maar als mensen daar ook in je familie of wat dan ook, weet je, die, uh, je, je, kan het, je kan het delen. Je kan delen wat de realiteit is, wat de diagnose ja. is, zodat mensen op de hoogte zijn. Ja. Ik wil het ook weten als mensen komen van, weet je, waar, waar kan ik voor bidden? Ja, broeder, ik kom voor genezing, maar er is niks aan de hand, want ik proclameer, ik ben door ja. zijn streamen genezen. Oh, dan hoef je geen genezing meer. Ja, ja nee, ik heb wel genezing nodig. Ja, waarvoor dan? Ja. Nee, ik ben genezen in zijn stream. Ik ben ja. genezen in zijn stream. Ja, maar wat, 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 wat ja. is het dan? Weet je, waar ja. kunnen wij samen voor in geloof staan? Ja. En daar zien we gewoon wat je zegt, al die voorbeelden van. Dit is de diagnose. Kijk, je hebt mensen in ongeloof. Ja. En die zeggen op een gegeven moment, ja... Gods belofte zegt wel: Ik ben de Heer, jouw geneesheer. De belofte zegt wel: door zijn streamen ben ik genezen. Maar ik ben ziek. Ja. En daar zie je, wacht even: die maar willen we wegzien te halen. Maar we willen die twee willen we precies omdraaien. Ja. We willen het omdraaien. De gelovige die draait dat om, hmm. die zegt eigenlijk: van, Ik heb wel de diagnose. Dat de dokter ja. zegt: Dit en dit heb je. Of dit en dit zit in jouw familie. Dit en dit is jouw diagnose. Maar dan zeggen we: Daar stopt het niet. Daar zeggen wij, de gelovigen zeggen maar ja. Gods woord zegt, ja. ik ben door zijn striemen genezen, ja. hij is mijn, en ik sta op de belofte van Gods woord, zijn woord is medicijn. ik zal heel en gezond zijn. Die twee kunnen heel goed samen, samen gaan, maar het is, weet je wel, Waar en, plaats je hem aan? Waar plaats je hem? Je ziet letterlijk aan? in Matthäus 9, vers 18, daar staat toen hij deze dingen sprak, kwam er een leidinggevende die hem aanbad. Nou, in dat verhaal is, die, is eigenlijk het verhaal waar Jezus uh, zelf zegt, joh, je hebt zo'n groot geloof, hè? Uh, voor waar zo'n groot geloof ik nooit gevonden. En dan staat er: hij zegt: Mijn dochter is zojuist gestorven, dat zijn de feiten. Maar staat er dan? Kom, leg uw hand op haar en ze zal leven. Ja. Dus uh, weet je, hij, die had hij op de goede plek. Hij zei niet van nou, er is niks aan de hand. Ja. Maar zijn geloof was gewoon: oké, okay, dit gaat veranderen. Ik weet dat 100% zeker. Dat was zijn geloof. Hallo, mijn naam is Tom de Wal van Frontrunners en ik heb geweldig nieuws voor jou. Namelijk dat we een gratis healing school hebben. Ik heb mijn boek geschreven, Jezus aanraken over genezing. En iedere dag krijgen we geweldige getuigenissen binnen van grote wonderen van mensen die hun genezing ontvangen. Maar we willen je helpen als jij ook je genezing wil ontvangen. Niet alleen met dit boek, maar we hebben besloten... Om er zelfs nog een cursus: gewoon gratis omheen te bouwen. waarin we met verschillende docenten gewoon uitleggen hoe ontvang je genezing. Ook als je het niet meteen ziet gebeuren. Als je misschien een bepaalde strijd ermee hebt, lopen we in 30 video's door allerlei aspecten van het onderwerp genezing heen. We hebben ook mensen die zelf genezen zijn van kanker, van blindheid, van een gebroken nek. We hebben allemaal in die video's die getuigen wat sleutels waren voor hun om hun genezing te ontvangen. Zie jij het zitten en zeg je hey, ik wil mijn genezing ontvangen. Of ik wil gewoon leren hoe dat werkt, zodat ik ook een kan uitleggen, ga dan naar www.bijbelschool.tv en daar staat gratis onze healing school op. God zegen!